een bijzondere plantje dit. Dit is een kievitsbloem. Maar ik vraag me eigenlijk even af of deze giftig is. Hij ziet er wel heel giftig uit. Met die felle kleurtjes. Ik ben heel benieuwd of deze ook echt heel giftig is. En welk gedeelte van deze plant is dan giftig? En waarom? De kievitsbloem is inderdaad een bijzonder plantje, Joukje. Wist je dat hij ook voorkomt in het wild? Hij is daar alleen wel vrij zeldzaam en komt op hele specifieke plekken voor. Om even terug te komen op je vraag. Ja, kievitsbloemen zijn wel giftig. Dat heeft alleen niet zoveel met de kleur te maken. Die kleur hebben ze om hommels te lokken. En als je daar meer over wilt weten, kan je beter deel 1 bekijken. En je vroeg ook waarom ze giftig zijn en welke delen dan giftig zijn. Nou, de hele plant is eigenlijk giftig. Alle delen ervan. Maar niet aan de buitenkant. Dus je kan gewoon een kievitsbloem aanraken, zoals jij hebt gedaan, en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar als de bol een beschadiging heeft, bijvoorbeeld, en dat komt op je huid, kan het gaan irriteren. Maar wat je vooral niet moet doen bij kievitsbloemen is opeten. Want dat kan wel voor ernstige nier- en hartproblemen zorgen. Zelfs een hartstilstand kan voorkomen. Dus doe dat maar lekker niet. Planten gebruiken gif eigenlijk als bescherming, omdat ze vastzitten op één plek en niet weg kunnen rennen of zich verstoppen van dieren die hun opeten. Maar dieren kunnen dus wel leren van, hey, dit is eigenlijk niet een lekkere plant of hier word ik ziek van, en dan zullen ze die niet meer opeten. Een beetje zoals wij dat ook leren als we ergens allergisch voor zijn of iets lekker vinden, dan eten we dat gewoon niet meer.